Goed, regent pijpen stelen. Nou, de eerste plek waar ik in dwalen door een bos, want daar zit je nu naar te kijken, kon schuilen, is bij de M. Nou, hopelijk dat we hier iemand vinden die ons te woord kan staan. En laten we duidelijk zijn, hier hebben ze een lekkere verse koffie. Dus die ga ik eerst eventjes scoren. En misschien dat ik een kijkje mag nemen in dit bedrijf. En misschien dat ik zelfs toch wel iets zou mogen bakken. Welkom bij Dwalen door de Mos. Hier het ondernemers-echtpaar van de McDonald's in Sertogenbosch. Zeg ik het zo goed, Imma? Ja. Nou, al 15 jaar zijn we hier al bezig. Dus met veel plezier altijd. Ja, in eerste instantie Hans op de Hoge Steenweg. Ja. En later is er nog een filiaal bijgekomen. Nou, we zijn met beide restaurants gelijktijdig begonnen. Op de Hoge Steenweg en de Markt gelijktijdig in 2002. Oh, ik dacht dat dat later kwam, is mijn beleving. Want hoe lang is McDonald's al in Den Bosch? McDonald's nu 37 jaar op de Hoge Steenweg en 18 jaar op de Markt. Gaat de tijd snel, hè? De tijd gaat snel, ja. Het ondernemers-echtpaar dat hier staat, is niet zomaar bij McDonald's terecht kunnen komen. Want voordat je een dergelijke exploitatie en een franchise kunt doen, moet je wel van goede huizen komen. Van goede huizen, ja. Het is wat je ervan maakt natuurlijk, nul. Maar ja, er is wel een soort van selectie en er is wel een training die je moet volgen. En met als afsluiting de Hamburger University in Chicago, Illinois, in Amerika. Ben je er echt naartoe geboet ook? Ja. Dat is geen kul. Dat is, I'm Hans from... Sertogenbosch. Leg dat maar eens uit in Amerika. Maar dat is wel inderdaad. Dus de eindopleiding is in Chicago, in Amerika. Nou ja, dan ben je 15 jaar verder. Nu ken je het bedrijf van binnen en buiten. Wat is in de afgelopen 15 jaar veranderd? Als het gaat om bijvoorbeeld techniek of het scheiden van afval of... Technisch hebben we heel veel geïmplementeerd, zoals het met een mooi woord heet. We hebben heel veel bestelzuilen. Alles is via computers en schermen wordt het geregeld in de keuken, maar dat zullen jullie wel zien. Sowieso administratie is ook technisch. We hebben ook het afvalscheiden wordt steeds verfijnder. Wij scheiden al ons afval zelf. We bieden geen afval aan de stad aan. Wij zorgen dat alles netjes opgehaald wordt en keurig verwerkt wordt. En dat vind ik ook eigenlijk, daar zijn we ook eigenlijk wel een beetje trots op dat we dat voor elkaar hebben binnen McDonald's. Mooi. Dus je bent eigenlijk, want we moeten in 2050 klimaatneutraal zijn. Dus McDonald's Den Bosch loopt daar al een stukje op voor. Ja, we hebben bijvoorbeeld watervrije urinoirs. Ja, dat scheelt ons. Ja, ik ben niet heel goed in getallen, maar wel heel veel liters per jaar. We proberen alles te recyclen. En dan gaan we heel ver in. Alle nieuwe restaurants die door McDonald's gebouwd worden, die gaan er echt heel ver in. Natuurlijk zitten wij in een binnenstad, dus in een oud pand. En kunnen we dat niet opnieuw bouwen. Maar alles wat we hier intern kunnen doen, daar gaan we zeker in mee. Daar lopen we heel ver in vooruit. We hebben groene restaurants. Dat betekent ook dat voorheen allemaal spaarlampen in alles gebruikt wordt. En nu is al onze verlichting voorzien van LED-verlichting. Het is ook een zaak dat wij alleen groene stroom inkopen. En alles op de milieuvriendelijke manier proberen aan te kopen en in te richten. Geweldig. Ik ga weer even een slag draaien. Even terug naar McDonald's. Het is natuurlijk de oorsprong. Zit in Amerika. Langzaam ging het als een verspreidende vlek over heel de wereld. Nederland. Heeft hij nu echt specifieke Nederlandse producten in plaats van het standaardpakket dat in Amerika is? Uiteraard, McDonald's kenmerkt zich door uniforme producten. Maar elk land heeft zo ook zijn specifieke producten.
waarvan in Nederland de McCroket misschien wel het uithangbord is voor McDonald's. Maar we hebben bijvoorbeeld ook McFlurry stroopwafel, om nou maar een paar voorbeelden te noemen. En verder hebben wij met acties hebben wij, ja, specifieke producten, bijvoorbeeld met Sinterklaas of met kerst, die dan ook wel weer op de Nederlandse lees geschoeid zijn. Als je dan kijkt, hè, wat je betekent voor de regio, want hier werken natuurlijk eenmaal heel veel mensen. En dat zijn ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, we hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben diverse BBL'ers, mensen die een bolopleiding doen. We hebben BBL, leg eens uit. Beroepsbegeleidende leerweg. En vaak komen ze van het Koning Willem I College of we hebben onze eigen McDonald's opleidingen. We hebben ook heel veel scholieren en studenten die naast hun studie hier een bijbaantje hebben. En ik zeg altijd van, joh, je komt met hetzelfde diploma van school af. Zorg dat je je ook kunt onderscheiden door binnen McDonald's een aantal trainingen gevolgd te hebben. Zodat je, ja, naast je opleiding, reguliere opleiding, toch wel wat extra kunt leren. En ja, iedereen kent McDonald's over de hele wereld. Dus je doet daar ook je voordeel mee naast je reguliere opleiding. Dus je kunt ook binnen het bedrijf van eigenlijk een countermedewerker groeien tot uiteindelijk een filiaalmanager. Ja, we hebben mensen komen binnen als crew, als medewerker. En als mensen het in zich hebben en kunnen ze doorgroeien naar crewtrainer. En soms zijn er ook mensen die doorgroeien naar weekendmanager naast hun reguliere opleiding. En we hebben alle voorbeelden te over. Een jongen die hier gewerkt heeft stage gedaan via de TU bij McDonald's Nederland Logistics. En die kwam met 25 van school af met een berg ervaring en zijn opleiding. Ja, er zijn wel mogelijkheden die binnen McDonald's wel kunnen. Bij de McDonald's doe ik enkel aan verschillende dingen. Meestal sta ik batchcooken, dus zorg ik voor dat altijd goed op voorraad blijven en heerlijk vers blijven voor onze gasten. Ik leer vrij traag en ik heb extra begeleiding nodig. En dankzij de Mac krijg ik die ook. Fouten kunnen gebeuren, ik ben maar mens. Maar uiteindelijk als alles goed afloopt, is er niks aan de hand. En kan ik gelijk weer op de volgende dag voor nieuwe motivatie. En dan kan ik gezellig weer naar mijn werk en naar mijn collega's. Baanbrekers barst van talenten die graag aan de slag willen gaan. Ze hebben weliswaar een arbeidsbeperking, maar hun ambities zijn onbeperkt. Ze willen graag meedoen met organisaties zoals die van u. De banenafspraak houdt in dat er tot 2025 125.000 extra banen voor talenten met een beperking worden gerealiseerd. Alle werkgevers, groot en klein, kunnen voor deze extra banen zorgen. Baanbrekers komt graag in contact met werkgevers die talenten een kans willen geven. Nou, hier bij Hutte Catering sta ik met mijn collega's. Ik kan altijd terugvallen bij hun als er iets is. Ik kan vragen kwijt bij hun. Het is gewoon een super team. Ja, doordat wij een kleinere werkplek hebben, hebben wij 4 vaste collega's. Wat voor mij ideaal is, want mensen leren mij kennen en ik leer hun kennen. Ik ben hier zeker in gegroeid. Ik voel me echt op mijn gemak hier. Ik ben mezelf ook, dat ik een tijdje geleden ook moeite mee. Ik ben gewoon heel mezelf. Ik vind het leuk om te werken. Maar ik heb het altijd al leuk gevonden om te werken. Ik heb altijd vanaf mijn 16 al altijd willen werken en niet thuis willen zitten. Door talent een kans te geven, laat u zien dat u een maatschappelijk en sociaal betrokken werkgever bent. Onze accountmanagers bekijken samen met u uw wensen en mogelijkheden. Dit gebeurt aan de hand van een quickscan. Na deze quickscan koppelen wij uw wensen en mogelijkheden aan het talent dat op zoek is naar werk. Deze talenten zijn door ons op verschillende werkervaringsplekken voorbereid om bij werkgevers zoals u aan de slag te gaan. Ik ben Cor Veerman en ik loop te prikken binnen het pand, buiten het pand. Deze functie is speciaal voor mij gemaakt en daardoor heb ik het gevoel dat ik er helemaal bij hoor. Ik word gewaardeerd. Ik heb 3 maanden bij Baanbrekers rondgelopen. Dat heeft mij namelijk heel veel energie gekost. En terwijl dat ik nu bij de Despanplak werk, ga ik met een tevreden gevoel weer naar huis. Om de talenten nog verder klaar te stomen voor een passende baan, doen ze mee aan trainingen waarin we werken aan het cv, de sollicitatiebrief,
persoonlijke presentatie en motivatie. Ook oefenen wij sollicitatiegesprekken met deze talenten. En krijgen ze de kans zichzelf te presenteren op de talentendatabank. www.talentuitwerkhard.nl Werk betekent voor mij onder de mensen te komen. Niet heel de dag thuis hoeven te zitten waar ik een hekel aan heb. Ik heb echt het gevoel dat ik er hierbij hoor. Het is hartstikke gezellig. Ik heb een paar jaar vrijwillig werk gedaan, maar ik ben hier echt op mijn plaats. Ik heb veel meer verantwoordelijkheid en het is gewoon fijn werk. Ik kom altijd lachend hier binnen en ik kom ook weer lachend thuis, want ik heb het gewoon heel goed naar mijn zin daar. En ik ben blij dat ik hier terecht ben gekomen via Baanbrekers. Aan invullen van onze banenafspraak en het in dienst nemen van onze talenten zijn allerlei voordelen verbonden. Een gratis quickscan van uw organisatie, gratis werving en selectie van nieuwe talenten, een loonkostensubsidie aan de hand van een loonwaardemeting, premiekorting arbeidsgehandicapten, de no-risk polis bij ziekte, professionele begeleiding door onze jobcoaches en het allerbelangrijkste voordeel is de positieve invloed van talenten met een arbeidsbeperking op uw organisatie. Deze medewerkers zijn gemotiveerd, betrokken en bewezen doorzetters. Ik denk echt dat er niemand is die nog nooit bij McDonald's is geweest van de kijkers die nu zitten te kijken. Er zal best wel een keer onderzoek naar gedaan zijn. Maar ik denk dat er nog nooit iemand heeft gezien dat ik een hamburger ga maken. Nou, nee. Dat gaat dan nu gebeuren al. Mag ik dat, ja? Jij mag een hamburger maken. Wij zorgen dat de juiste instructeur bij jou komt te staan. Want ik denk wel dat je begeleiding nodig hebt. Nou, en is het zo, nou, mijn allerlaatste vraag, want dat ken ik nog van vroeger, de kinderfeestjes. Is dat nog steeds of is dat voorbij? Nee, kinderfeestjes doen we niet meer, omdat dat er toch een bepaalde minimumleeftijd is waarop mensen in de keuken mogen. En dat is een wettelijk juridisch bepaald iets, dus daar kunnen wij verder niks mee. Ja. Nou, dan ga ik in ieder geval de keuken in. Ja. Want dacht ook eens een keer dat ik in de keuken ben geweest bij de McDonald's. Ja. Wauw. We beginnen met onze handen wassen. Hier heb je de zeep, daar heb je het papier. Handje voor de sensor, goed wassen. Ik voel me nou net, hoe heet die? Rob Geus. Ja, dat is ook papier. Ja, dat is goed dit. Ja. We staan nu bij onze grill. Dit is de Maestro grill. Dus echt specifiek voor Maestro? Ja. Wat is een Maestro eigenlijk? Dat is een lekker stukje vlees. Dan ga je daar proeven, maar dan ga je zeker wat jij ervan vindt. Oeh! Ja. Ik ben er proberen te lijnen. We hebben allemaal verschillende grillen. Ja. Dit is voor de hamburgers, dit is voor de Maestro, Quarter Pounder en Tasty. En die is voor ons ontbijtje in de ochtend. Voor de Egg Muffin. Egg Muffin. Tot 11 uur kunnen mensen bij ons. Heerlijk. Spreken. Heerlijk. Ik vind dat de beste uitvinding van de afgelopen jaren. Dat bedoel ik. Oké, okay, nou ja, goed. Dit is onze grill. Die gaan we even openen. Ja. Mag je op de rode knop drukken? Deze rode knop drukken? Ja, rode knop. Dan gaat het allemaal automatisch hier. Oh, dus je hoeft niks met de hand. Oké. Okay. Nee. Okay. Dan gaan we een handschoentje aandoen. Oké. Okay. Waarom heeft hij nou de politie gebeld? Omdat jij hier bent. Oh, dat is gewoon het teken dat hij open staat. Ik heb overal timertjes voor. Handenwas timertjes, grilldoeken timertjes. Overal hebben we timertjes. Overal is over nagedacht. Ja, overal is over nagedacht. We hebben twee handen nodig. Twee handschoentjes. Nee. Microfoon. Ik moet microfoon afgeven, ja. Nee, je hebt één handschoen nodig. Oh, één handschoen. Deze hou je vrij, ja. Deze maak je hem open. Hier hebben we verschillende soorten vlees. Ja. In het witte zakje zitten de Maestro patties. Maak je open, pak je er twee uit. Ja. Ja. Lopen we naar de grill. Lopen naar de grill? Ja. Hebben we een pattyplaatsing. Deze, maar het is niet zo moeilijk. 1, 2. Leg je eentje zonder die hand. Ja. Valt niet mee. Ja, eigenlijk is het van zo naar zo. Ja, is niet goed dan. Nee, want je moet vooraan beginnen, want daar begin je met afsteken. Dus je moet altijd hier beginnen en dan afsteken. Oké, maar goed, dit kan nog net. We gaan het oefenen. Oké. Druk één keer op de zwarte knop met de handschoenloze hand. Handschoenloze hand, ja, één keer. En dan hebben we niks te doen. Maar we hebben nooit niks te doen bij McDonald's. We kunnen altijd schoonmaken, opruimen, bijvullen. Oké, okay. Maar heb je nou dit niet nodig? Die mag je wegdoen, die doen we uit. Dan gooien we in de vuilnisbak. Mag je die bewaren? Als jij die mee naar huis moet nemen, dan mag jij ook. Dit is een grill, die moeten we schoonmaken. Hebben we een schraper? Oké. En dan ga je hem zo schrapen. Ja. Oh, dat is wel mooi werk dit, zeg. Dat is gewoon werk, hè.
Wel een beetje power erin, hè? Echt, ja? Ja. Ik krijg meer respect voor jullie, moet ik zeggen, hoor. Dat bedoel ik. Nou, dan mag je die terugzetten hier in de bak. Oké. Dit is de kleur voor de maestro. Ja, dit is de kleur voor de maestro, klopt. Hij gaat automatisch open, zie ik. Ja, deze gaat hier op. Vetvrij papierke. Vetvrij papierke erbij. Pak je zo vast, spatel je erop en leg je ze hierin. Oké, wat een werk allemaal. Ja. Even je wisseltje schoonmaken, altijd. Je neemt de bak mee. Oké. Die gaat in onze UHC. De camera kan er bijna niet bij houden, maar goed, in de UHC. En dan stop je hem erin. Timertje aan en dan gaan we het broodje maken. Maar hij is toch al gebakken? Ja, hij is gebakken, maar we moeten nog broodjes maken. Oh, dit is gewoon normaal om hem warm te houden? Ja, dit is om hem warm te houden. Normaal sta je met meerdere mensen, dan heb je eentje doet alleen bakken. En de rest van de dames of heren, die kijkt naar het scherm, doen er de broodjes in. En dan is het voorraad. Ja. We hebben een schermpje van, zet alles op wat we nodig hebben. Juist. Hoeveel we om, ja, per product nodig hebben. Oké. Okay. Dus we hebben vlees, belangrijk. Dan gaan we het broodje doen. Ja, nou, we gaan het broodje doen. Ja. Maar normaal gesproken doe je dat dan niet alleen, dus een combinatie, want anders moeten de gasten lang wachten natuurlijk. Nee, het is een combinatie van meerdere mensen bij elkaar. Alright, oké. Okay, stationnetje heeft zijn mensen, hier staan drie mensen, daar zit iemand te bakken, daar zit iemand te bakken. Oké. Overal onze mensen voor. En daar pakte jij zomaar willekeurig een broodje? Nee, we hebben allemaal verschillende soorten. We hebben hamburgerbrood, Big Mac brood, Quarter Pounder brood, Big Tasty brood. Dit is het maestrobrood dat we daar gaan gebruiken en dit is ons nieuwe burger. Oké. Dus, maar we gaan voor de maestro. We gaan voor de maestro. Oké. Maestro, muziek. Nee. Dit is broodje. Ja? Gaat op een speciale manier in de toaster. Bolle kant aan die kant, platte kant aan die kant. Stop hem hierin. Leggen we vast het doosje klaar. We hebben ook verschillende doosjes overal voor. Maar dat staat erop, dat is makkelijk. Ja, maar we hadden vroeger maestro chicken, maar nu hebben we alleen deze. Dus die drukken we in. Leggen we daar een wikkeltje in. Zo. Oh, daar komen ze aan. Ja. De bolle kant, die komt de onderkant hier. En de bolle kant leggen we hier. Ja. Ja. Nou. Hier hebben we al onze borden waar precies op staat wat er allemaal op moeten. Oké. Even kijken. Dan hebben we de maestroburger. Ja. Dan beginnen we met ketchup. Pak je de ketchup vast met twee handen. Oké, dan moet je aan de microfoon weer even vasthouden. Ja. Oké, ik heb twee handen, ja. Ja, en dan hou je hem boven het broodje. Ja. Eén keer indrukken? Ja, één keer indrukken alsjeblieft. Dan mag je die terugzetten. Er komen er vijf uit. Ja, mooi, hè? Ja, leuk. Schoon, hè? Ja, schoon, hè? Nou, en dan schuiven we hem door. En dan moeten we deze saus erbij doen. Want het staat altijd hier op volgorde. Dus iedereen weet precies waar alle sauzen staan. Oké. Twee handen. Ja, hou je hem hier ook rechtboven. Ook rechtboven. Ja. Dan mag je die terug op zijn plekje zetten. Maar dat is echt... Dan gaan er drie ringetjes rode ui op. Drie ringetjes rode ui? Drie ringetjes rode ui. Zal ik een stiekem vier doen? Nee, voor jij dus. Nee, gewoon de procedures. Drie ringetjes. Dan doen we er Batavia sla gaat erop. Dit is Batavia sla. Ja. Eén stukje of twee? Ja, doe maar... Een beetje leuk uitziet. Ja, als het er mooi uitziet. Ja, nee. Zo. Mag nog een plakje in de schijfje bij. Ja, helemaal goed. Dan pakken we de bacon. De bacon. We hebben longbacon en korte bacon. Dan pak je de longbacon, die gaat kruislinks erop. Dus eigenlijk gewoon een stopteken. Ja. Hop. Ja. Dan pakken we deze kaas, die leg je op de bacon. Nou, ik heb mijn handen goed gewassen, nou snap ik het ook. Eén plakje gaat recht op de bacon. Ja. Schuiven we door naar de UAC, naar de laatste persoon, dat is de dresser. Dan maak je je laadje open. Dus dit is de UAC, is die ja. waar? Ja. Nou, valt mee. Ja, wel warm. Ja. Laat het laadje erin zitten. Je pakt deze tang. Dan pak je ze allebei tegelijk eruit. En dan leg je ze op de kaas. Mag ik dit weer even terugschuiven? Dat mag ik nou wel even terugschuiven, ja. Oké, en dus dit gaat zo hier op de kaas. Dan stop je de hiel erop. Die leg je daarop. Deze hiel? Ja. En dan ga je dit inpakken. En dan deze mag je terugleggen. En dan vouw je die dubbel. En dan doe je die dicht. En dan schuiven we hem daar naartoe. En dan kunnen de dames aan de kassa ermee vooruit. Mag ik gewoon zo schuiven? Okay. Hoppakee.
En, ben ik aangenomen? Nou, Nol, jij kan zo beginnen, joh. Geweldig. Serieus? Geweldig. Dus er is nog een toekomst? Ook voor jou is er hoop. Zo, nou, geweldig. Hans, ik zie even op de achtergrond van die nieuwe terminals. Die zie ik overal staan. Dus dat betekent dat ik niet alleen aan de counter hier een bestelling kan doen op de kassa's, maar ik kan ook daar. Ja. Daar kan ik ook meteen afrekenen. Hè? Er zit een pinmodule in. Er zit een pinmodule in. Je kunt bestellen en afrekenen. Dat betekent dat je in alle rust je eigen bestelling kunt maken. Je hebt meer tijd dan dat er mensen in je rug staan te duwen van gods, ik wil ook. Wat er ook veranderd is, dat wij van het voorraadsysteem zijn overgestapt op het Ready Order For You systeem. Dat betekent op het moment dat je zegt van gods, ik wil een Big Mac, dan wordt die pas gemaakt voor je. Hij ligt niet te wachten al? Nee, hij ligt niet. Dat is van vroeger. Nu worden de producten gemaakt op bestelling. Dus kerstvers? Ja, kerstvers. Op het moment dat je op de kiosk een product aantikt, komt die in de keuken op het scherm en dan wordt die voor je gemaakt. Nou, we toch over verse producten hebben. Hè? Bijvoorbeeld de sla die op die Big Mac komt. Wanneer is die dan gesneden? De sla is gisteren van het land gehaald, is gisteren verwerkt, gesneden, gewassen, in vacuümzakken verpakt en die ligt de dag erop ligt die bij ons in het restaurant. Ja, verser kan niet. Verser kan het niet. Want je hebt niet je eigen tuintje. Nee, helaas niet, nee. Ja. En gelukkig niet, want zo wordt het op een professionele manier wordt het heel voedselveilig bij ons in de restaurants afgeleverd. Maar tot slot, ik durf het bijna niet te vragen, jij zult best wel een dagje vrij hebben. Maar de machines en de entourage van McDonald's is eigenlijk nooit vrij, hè? Die is nooit vrij. Het gaat altijd door. 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar. Hans, dankjewel. Doe je de groeten nog even aan Emma, want ze is even druk bezig. Zal ik doen. En dan zie ik je de volgende keer. Drink weer een gezellig kopje koffie. Is goed. Dankjewel, Nol.